Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een video van mij en ik heb vandaag weer een keer een shoplog voor jullie. De producten zitten in dit tasje en het was alweer een tijdje geleden dat ik een shoplog deed. En het is nu natuurlijk weer de tijd dat er nieuwe producten in de assortimenten komen te liggen. En ik heb al wat producten weten te scoren en ik dacht, laat ik maar weer een keer een shoplogje opnemen. Het zijn producten van Catrice en een aantal producten van de Action. Het is alleen maar make-up, dus als jij benieuwd bent naar wat ik heb gekocht, kijk dan zeker eventjes gezellig mee. Zoals ik al zei, heb ik de producten in dit tasje zitten. Dit is gewoon zo'n opvouwbaar tasje. Ik begin even met de producten van de Action. Eens in dezelfde tijd komt er bij de Action nieuwe make-up binnen en dat was nu ook het geval. Ik check eigenlijk elke dag even op de website van de Action de 100 nieuwste artikelen. Want dat vind ik gewoon heel erg handig om te weten wat er weer in het assortiment is gekomen. En er stonden dus ook weer nieuwe make-up producten bij. Dus vandaar dat ik eigenlijk gelijk naar de Action ben gegaan. De prijzen die weet ik niet meer. Dus ik zal ze eventjes hier onderin neerzetten. Als je dat dus interessant vindt om te weten, dan staat het daar. Ik begin met dit oogschaduwpaletje en dit is een nude paletje. Hier zitten 8 kleuren in. Ze hebben ook allemaal shimmer. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Ik denk niet dat het heel goed overkomt. En ze hadden ook een smoky eye paletje. Maar ondanks dat dit een nude paletje is, vind ik nog niet eens de kleuren zo heel erg nude. Er zitten ook een aantal donkere kleuren in. Vooral op dit gedeelte vind ik nude. Maar dit vind ik dan toch wel donkerder. Achterop staat een beschrijving hoe je de look zou kunnen maken eventueel. En ik ben toch heel benieuwd naar dit paletje. Want het ziet er eigenlijk best wel heel erg mooi uit. Niet zo heel goedkoop wat ik eerder wel had bij de Action. Nou heb ik de verpakking natuurlijk nog niet vast gehad. Dus ik weet nog niet hoe die echt voelt. Maar het ziet er best wel mooi uit, vind ik zelf. En ik ga sowieso de producten ook reviewen. En binnenkort zal ik ook een look maken met alleen maar producten van de Action. Dus als je op de hoogte wil blijven van mijn nieuwste video's, moet je even abonneren op mijn kanaal. Dan kwam ik deze tegen. Dit is een mascara en een eyeliner. Dit is een liquid eyeliner met twee kanten. Want hij heeft gewoon hier een pen. En hier zit een liquid liner met kwastje dus. Volgens mij is deze al een tijdje in het assortiment. En deze wou ik al een tijdje ook proberen. Maar elke keer vergat ik om hem mee te nemen. En nu heb ik hem dus meegenomen. Het is gewoon zwart. De kleuren zijn gewoon zwart. En ja, ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Oh, hier staat het trouwens nog beter uitgebeeld. Met het puntje en de eyeliner liquid. Nou zeg ik het verkeerd. Dit is de liquid eyeliner. Dit is gewoon de punt. En ja, dat vond ik wel heel erg leuk om te proberen. Overigens hoor je de katten op de achtergrond. Die zijn een beetje aan het spelen. Zoals je misschien ziet zit ik in een andere setting. Want ik ben verhuisd. En die zijn nog heel erg aan het verkennen in het nieuwe huis. Dus dat is hetgeen wat je op de achtergrond kan horen. Wat ze nu ook bij de Action hadden, dat was deze contour en highlight stick. Deze is om te contouren en hier zit een highlighter in. Vind ik echt heel erg leuk, want Action had wel een bronzer in het assortiment. Maar eigenlijk niks van highlighters. En dit is gelijk ook een stickvorm. Heb ik zelf ook nog nooit geprobeerd van een ander merk. Dus dit is compleet nieuw voor me. Vind ik dus ook extra leuk om te gaan proberen. Dit is de kleur Fair. Dit is gewoon de wat lichtere kleur. En ja, hier ben ik gewoon... Hier was ik gewoon gelijk eigenlijk al van onder de indruk. Omdat ik dit gewoon nog niet kende. Dus... hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. Wat ik ook vond was deze lipstick met lipliner. Dit is gewoon rood. Ik hou wel van rood. Bij sommige looks kan het gewoon super mooi staan. Ja, dit is gewoon... Er zit wel een heel scherp puntje ook aan de lipliner. Je moet hem wel zelf slijpen. Ook de lipstick is een iets andere variant. Het is toch al wat luxer dan de andere lipsticks die ze normaal hebben. En over het algemeen vind ik de lipproducten van Action prima. Heb ik eigenlijk niks op aan te merken. Dus ja, ik vond het gewoon heel erg leuk dat ze nu een versie hebben uitgebracht waar ook een lipglootje bij zit. Jullie zullen vast denken van waarom ziet ze er nu zo uit? Nou, ik kan er heel kort over zijn. Ik was het filmpje in elkaar aan het zetten die ik had opgenomen. En
Mijn kat die vond het nodig om op mijn laptop te gaan zitten. En die wist dus gewoon een stuk van mijn filmpje. En daar liet ik een product zien van de Action die ik eigenlijk toch wel wilde laten zien. Dus ik heb besloten om haar eventjes opnieuw op te nemen. Maar ja, dus wel eventjes met een andere look. Dus ja, ik moet maar eventjes. Wat ik dus nog wilde laten zien was deze Perfect Brows Eyebrow Powder van de Action. Hier was ik heel enthousiast over, omdat de Action eigenlijk helemaal nog geen poeder had voor de wenkbrauwen. Ze hadden wel wenkbrauwpotloden, maar ik hou meer van poeder. Dus ja, hier was ik eigenlijk gelijk helemaal lyrisch over dat ik die heel graag wilde hebben. Ik heb de light kleur genomen. Ik vind de kleuren er best nog wel donker uitzien voor light. Dus ik denk dat light perfect bij mijn wenkbrauwen gaat passen. Maar dat moet ik dus nog maar even zien als ik hem ga testen. Maar ja, er zit ook eigenlijk een applicatortje zit erbij. Een pennetje, of een pennetje, nee. Een kwastje en een borsteltje. Ja, zijn ze wel van heel klein formaat. Dus of het echt heel erg handig is omdat het zo klein is qua vasthouden, dat weet ik niet. Maar nou ja, goed, het hoort er natuurlijk wel bij zo'n setje. Dus ja, deze wilde ik dus nog even laten zien. Jullie gaan nu het filmpje verder kijken in de oude setting waarin ik hem heb opgenomen. Dus ja, dit was gewoon eventjes een tussenstukje. Ze hadden nou ook een primer, een Illuminating Face Primer. En het is echt een best wel groot flacon. Daar zit 30 ml in. En normaal zijn flacons toch volgens mij een stuk kleiner. Deze is voor alle skintypes. En zit ook een pom, het is een pompflacon, vind ik altijd al super handig. En ik was gewoon echt heel erg verbaasd ook dat ze nou primer hadden bij de Action. Ik vind dat zo leuk dat ze eigenlijk steeds meer krijgen. En het kost gewoon een stuk minder als dat je het van een bekend merk koopt, zeg maar. Maar ja, of het dan goed is, dat weet ik natuurlijk nog niet. Maar als het goed werkt en je hebt gewoon niet zoveel te besteden, zijn deze make-up producten gewoon hartstikke leuk van de Action. En ja, wat kan ik er verder nog over zeggen? Het is gewoon doorzichtig. Ik denk ook dat hij mat is. Aan de kleur te zien is het een matte. Maar ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen, omdat ik hem nog niet heb geprobeerd. Maar binnenkort kun je een review lezen op mijn blog. Dan waren dit de producten van de Action. Dan ga ik door met de producten van Catrice. Het was zo dat ik eigenlijk voor de It Pieces collectie ging. Dat is de collectie die een review geeft van producten die dus in het vaste assortiment gaan komen. Dat zijn dan gewoon een aantal producten die ze hebben geselecteerd en die komen dus later in het vaste assortiment. Alleen die It Pieces collectie die was er niet. En ik kwam gewoon eigenlijk al de nieuwe collectie tegen. Nu ja, nog niet alles. Een aantal. Het eerste waar ik meteen naar keek was dit chocolate palet. Dit is het Chocolate Nude Eyeshadow Palet. Ik ben dol op deze paletjes van Catrice. De andere heb ik ook allemaal. Die vind ik ook super fijn. En deze heeft gewoon echt allemaal chocolate kleurtjes. Op de achtergrond hoor je mijn telefoon die even afgaat. En ik ben heel erg benieuwd naar deze. Hier heb ik echt met de smart op gewacht. Ik was zo blij dat ze weer een nieuw palet gingen uitbrengen. Dus ik denk dat deze al heel snel gereviewd gaat worden. Dan kom ik deze twee blushjes tegen. Dit zijn multi-matte blushjes. Dit is de Love Rosy. En dit is de La Lavender. Ik ga eventjes de kleuren laten zien. Dat is de wat lichtere variant. En dit de iets donkerdere variant. Er zit ook een ja, leuk patroontje ingedrukt. Hier was ik wel heel erg benieuwd naar. En ja, dat ze twee kleuren hadden, dacht ik, ik ga ze gewoon beide meenemen voor een review. Dan dit Trio Eyeshadow paletje. Dit is de kleur Antique. Zo heet hij, heet Antique. Ik zal hem even openmaken. Dit zijn drie. Eigenlijk een beetje baked eyeshadows. En hier ben ik heel benieuwd naar. Want volgens mij bevat ze best wel veel pigment. Dus even kijken.
Nou, ik kan niet zo goed lezen, want de lettertjes zijn vrij klein. Dat trekken mijn ogen gewoon niet. Maar ik heb het idee dat je deze ook nat kunt gebruiken misschien. Daar kom ik in een review, kom ik daarop terug, omdat ik het nog niet zeker weet. Dan deze nieuwe foundation. Dit is de Even Skin Tone Beautiful Beautifying Foundation. In de kleur Even Ivory. En deze was ook nieuw. En ik ben eigenlijk altijd heel erg tevreden over de foundations van Catrice. Omdat ze goed dekken. En ja, eigenlijk vind ik ook gewoon de flesjes gewoon heel erg fijn. Waar ze in geleverd worden. Ook met zo'n pompflacon. Dus deze. En daar heb ik ook een nieuwe concealer meegenomen. Dit is de Liquid Camouflage. En dit is de High Coverage Concealer. Deze is waterproof. Ik zal even kijken hoor. Ik heb de kleur Porcelain. En ik ben echt benieuwd of dat deze echt waterproof gaat zijn. Normaal heb ik niet zo hele goede ervaring met make-up producten die waterproof zijn. Mascara na, maar... Ik ben toch alweer benieuwd of dat deze wel waterproof gaat zijn. Dan kwam ik deze iMatic Eye Powder Pen tegen. Dit is een oogschaduw in een penvorm. Ik heb de kleur Hotel Pilafornia. Dit is een... Even kijken. Oh ja, dan moet ik even aanwennen. Zo'n kleurtje. En hier zit dan de oogschaduw in. Nou, of het echt wat is, dat weet ik nog niet. Dat ga ik nog even testen. Maar het zag er wel heel erg leuk uit, vond ik. En ik vind de kleur ook wel mooi zacht. Deze CC Care & Conceal nagellak. Met eigenlijk een beetje een nude kleurtje. Dit is de Perfecting Pol Almond. En... deze hier zit ook verzorging in. En mijn nagels zijn er op dit moment gewoon niet al te best aan toe. Vind ik echt heel erg jammer. Want ik had echt voorheen hele lange nagels. En die groeiden ook gewoon mooi. Maar de laatste tijd is het echt een beetje brak. Dus ik ben eigenlijk altijd wel weer op zoek naar de producten die weer verzorging bieden. Ook aan nagels. En gelijk een kleurtje. Dus hier ben ik ja, eigenlijk best wel benieuwd naar of dat het echt wat doet. Maar ik vond het kleurtje sowieso al heel erg leuk. Deze twee coversticks werden ook aan het assortiment toegevoegd. De Prime en Fine. Dit is de Dark Circle Eraser. Dus deze is heel erg geschikt om donkere plekken te camoufleren. En dit is de Anti-Red coverstick. Nou ja, het Anti-Red kennen we eigenlijk allemaal wel. En hier, hier hebben ze ook een primer van. Die heb ik al een keer gereviewd. De link zal ik eventjes hier onderin neerzetten, mocht je daar nieuwsgierig naar zijn. En ik vond het wel heel erg leuk dat, dat ze deze twee kleuren hadden toegevoegd. Ook weer aan het Prime & Fine assortiment. De groene heet gewoon Green. En dit is de Nude Bros. Dus ja, ik ben ook eigenlijk best wel benieuwd of dat ze echt wat gaan doen. Dan nog een aantal lipproducten. Ik zag deze lippenbalsem. Dit is een getinte lippenbalsem. Sorry, ik heb een beetje jeuk aan mijn neus. En dit is gewoon met een roze kleur. En dit is gewoon een lippenbalsem met een tintje. En je kunt het ook eigenlijk, ik denk dat jullie het niet zo goed kunnen zien. Maar als ik hem zo zie, ziet het er ook echt uit als lippenbalsem en niet als een lipstick. Maar ik vind het wel heel erg grappig dat ze het in een lipstickvorm hebben gedaan. Even kijken hoor of ik hier een kleurtje op zie staan. Het zal er ongetwijfeld op staan, maar ik zal het weer ongetwijfeld niet kunnen lezen. Nee, ik ga het niet kunnen lezen. Ik zet het er wel bij de review, want dan kan ik hem eventjes opzoeken. En ik hou gewoon heel erg van lippenbalsem en helemaal als ze een tintje bevatten... De laatste tijd heb ik gewoon echt heel erg last weer van droge lippen. En dan vind ik het gewoon eigenlijk gewoon heel erg fijn dat ik lippenbalsem kan gebruiken als er dan een tintje in zit. Dat vind ik gewoon heel super. Nog een lipbalm. Dit is in een penvorm. En dit is de Pure Brilliance Color Lip Balm. Ik heb de kleur Romeo en Juliet. Dus niet Juliet, maar Juliet. Een beetje juweelachtig dus. Dit is gewoon zo'n penvorm. Die kennen we ook wel van andere merken. Ik denk ook dat de kleur gewoon rood gaat zijn.
Ik kan het nu niet bekijken, want er zit zo'n plasticje mee en die krijg ik niet zo heel snel af. Maar dat zal in de review dan duidelijk worden. En ik vind altijd die penvorm ook wel heel erg handig, omdat je die ook best wel makkelijk weer mee kunt nemen onderweg. Dat vind ik altijd wel weer een voordeel. Dan heb ik nog de Glossy Lip Glow. Dit is zo'n lipgloss met het roze applicatortje. Volgens mij dien je die... Oh ja, deze gaat je lipgloss een ander kleurtje geven. Nee, dat vind ik gewoon altijd heel erg leuk, zulke soort dingen. Of het echt werkt, dat is dan altijd wel de vraag. Maar als zo'n effect erbij staat, vind ik het altijd heel erg leuk om te proberen. Dus dat ga ik zeker eventjes doen. Volgens mij staat er geen naam verder bij. Want het is gewoon één kleur. Je kunt er maar in één kleur kopen. Ook vond ik deze Beautifying Lip Smoother. Even kijken hoor. Dit is de kleur Cake Pop. En ja, het is ook gewoon eigenlijk een lipbalm voor smoothie lips. Nou ja, zoals ik al zei ben ik dol op lippenbalsems. En helemaal met zo'n effect erbij. En dit is gewoon meer een lipsmoeder. Ik heb nog nooit zo'n lipsmoeder gehad. Ik vraag me ook een beetje af of dat deze echt nieuw zijn in het assortiment. Of dat er alleen een paar kleuren zijn veranderd. Maar dat weet ik even niet. Ik ga eventjes kijken hoe je dit aanbrengt. Nou, dus met zo'n dingetje bovenop. Hier heb ik echt nog 0,0 ervaring mee. Dus ik ben best wel benieuwd of dat echt prettig werkt. Dan heb ik nog de Shine Appeal Flute Lipstick. En dit is een lipstick in een applicator van een lipgloss. Best wel grappig eigenlijk. De kleur is echt heel erg mooi zo te zien. Ga even kijken of ik de kleur kan zien. Hoe deze heet. Dit is Meet You at the Barbie. Meet You at the Barbie. Nou, echt wel leuk. Het is gewoon dus echt een Barbie kleurtje. Daar hou ik gewoon heel erg van. En hier was ik sowieso heel erg benieuwd naar, want ja, ik vind de verpakking er eigenlijk al heel erg leuk uitzien. En ook, ja, is dit gewoon iets nieuws wat ik totaal nog niet ken. Zoals als ze gewoon nieuwe lipsticks of zo in het assortiment brengen, dan weet je ook niet hoe ze zijn. Maar dan weet je wel een beetje gewoon hoe het werkt, wat je ervan kunt verwachten. En dat weet ik bij deze dus totaal niet en dat vind ik heel erg leuk. Dit waren dan de nieuwe producten. Ik heb ook nog een aantal spulletjes die ik gewoon nodig had. Maar die ik gewoon wel vaker heb gehaald. Die laat ik wel even zien, want die zitten hier toevallig ook nog in. Allereerst heb ik deze Nude Illusion Loose Poeder gehaald. Dit is gewoon zo'n transparante losse poeder van Catrice. Vind ik gewoon heel erg makkelijk om, ja, om te gebruiken. Eigenlijk ook een beetje om gewoon af te poederen. En deze gebruik ik ook nog wel eens gewoon over mijn make-up heen helemaal. Dus gewoon ook al als ik een poeder heb aangebracht, gebruik ik deze ook wel eens. Ik heb deze van Catrice, of Essence bedoel ik. Maar Essence heeft volgens mij geen loose poeders meer. Dus daarom moest ik eventjes een andere hebben. En Catrice had deze. Dan heb ik een Nail Polish Corrector Pen van Essence. Als ik mijn nagels lak, dan ziet het er heel vaak gewoon niet echt heel erg netjes uit. Omdat ik met de ene hand kan ik het beter dan met de andere hand. En toen zag ik dat Essence van de corrector pennen heeft. Waardoor je dus gewoon eventjes met, hier zit een puntje aan. En dan kun je gewoon eventjes langs je nagel gaan waar de randjes zitten van de nagellak. En dat vond ik heel erg handig. Dus daarom heb ik deze ook eventjes gehaald. Ook had ik oral control papers nodig. Deze zijn gewoon van Essence. Die zijn lekker goedkoop. Er zitten 50 papers in. En dat vind ik prima. De blotting papers gaan toch wat harder met het warme weer. Dus daarom heb ik eventjes een nieuw doosje gehaald. Dan heb ik een Fixing Brow Wax. Deze is van Catrice. Dit is de kleur Nothing Else Matters. En ik was gewoon heel erg benieuwd naar. Ik heb nog geen ervaring met wax. En het leek mij misschien wel heel erg handig. Ik denk dat dit ook beter blijft zitten met zwemmen of zo. Dus dat ga ik eventjes proberen. Want gewoon zo'n wenkbrauw setter die blijft gewoon qua zwemmen niet zo goed zitten. En ik denk dat dit beter werkt.
En ik nam nog een long-lasting lip liner mee van Essence, want deze vind ik heel erg fijn. Dit is de kleur Yummy Berry. En binnenkort zal hier ook een review over verschijnen met een paar andere kleuren. Want hier heb ik nog niks over geschreven, maar ik vind ze echt super fijn. Dan was dit mijn shoplog. Aardig wat mooie nieuwe artikelen. Ik zit ook met smart te wachten op de collectie van Essence. Ik geloof dat die binnenkort ook zal verschijnen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zijn er nou dingen waar je specifiek een review van zou willen zien? Dan kun je dat eventjes neerzetten bij de comments. Ik ga sowieso denk ik wel heel veel hiervan reviewen. Omdat ik het gewoon maar altijd leuk vind om deze nieuwe producten te gaan testen. En ja, ik wil jullie gewoon verder heel erg bedanken voor het kijken. Als je dit een leuke video vindt, doe dan eventjes een duimpje omhoog. En ik zie jullie gewoon heel snel weer.